Wat kun je het beste doen als de angst en paniek je toch elke keer weer overvalt? Nou, dat is wat ik in deze video ga uitleggen. Als je me al een tijdje volgt, dan weet je dat ik voor een hele lange periode heel veel angst en paniek heb ervaren in mijn leven. En een van de punten die mij het meest hebben geholpen om niet elke keer in die overspoeling van angst en paniek te raken, is om de angst en paniek te verwachten. Ik heb bijvoorbeeld een paniekaanval gehad in de supermarkt en ik vond het daarna weer spannend om naar de supermarkt te gaan. En dan ging ik in de supermarkt en boem, dan kwam die angst en paniek weer over me heen. En toen was ik weer in alle staten en rende ik snel de supermarkt weer uit. Maar op het moment dat ik wist van tevoren van oké, ik ga nu naar de supermarkt en ik weet dat ik het naar de supermarkt gaan spannend vind, want in het verleden heb ik daar paniek en angst ervaren, dan verwacht ik de angst. Dus dan kan ik al op een hele andere manier naar die supermarkt toe gaan. Dan weet ik al, oké, straks komt die angst en paniek meer en dan ga ik proberen om dat toe te laten. Verwacht dat de angst komt. En vaak willen we met angst dat we er zo snel mogelijk van herstellen. Maar zo werkt het niet. Het heeft tijd nodig voordat angst überhaupt geen invloed meer op je heeft. Het heeft misschien wel weken tot maanden, heeft dat tijd nodig. En het verwachten van de angst maakt al dat jij de mogelijkheid hebt om het te voelen aankomen. En dus al in een eerder stadium jezelf kan herpakken om vervolgens alsnog datgene te doen wat je wilt doen. Maar als we elke keer dat wij iets spannends gaan doen, overvallen worden door angst, dan bouwen we ook geen vertrouwen op. Want alleen positieve ervaringen kunnen ervoor zorgen dat je vertrouwen opbouwt. En als je van 1 van 0 naar 100 in de paniek schiet, omdat je niet verwacht dat de angst omhoog komt, ja, dan wordt het gewoon enorm lastig. Dus verwacht de angst als je weer iets spannends gaat doen, als je weer 's nachts naar bed gaat en je hebt last van slaapangst, verwacht maar dat het 's nachts weer slecht gaat. Of als je overgeefangst hebt, verwacht maar dat als jij weer wat spannends gaat doen, dat die overgeefangst weer omhoog komt. Of dat je op de bank zit en dat je een intrusie hebt met allerlei angst, verwacht maar dat dat weer gaat komen. En vanuit die verwachting hoop ik dat je stapje voor stapje die acceptatie weer kunt vinden van oké, het is nu, het komt weer omhoog, prima. Nou, als dat nog niet lukt, die acceptatie, dan raad ik je aan om even naar de link in de beschrijving te kijken. Want daarmee kan ik je helpen middels het stress- en angstvrij programma om daarmee aan de slag te gaan.